is Jan Mooi. Ik ben directeur-eigenaar van Molytech Rescue Solutions en geestelijk vader van het Crash Recovery Systeem. Het Crash Recovery System is een informatiesysteem specifiek voor hulpverleners, waarmee zij ter plekke van een ongeval direct informatie kunnen opvragen over de veiligheidsvoorzieningen zoals die aanwezig zijn in de auto. Is the Crash Recovery System a mobile information system for emergency responders? You will find every car, every light truck, every bus in that database, and it gives all the information that an emergency responder needs to know when they respond to a fire or extrication when someone is trapped in such a vehicle. Ik zal proberen kort uit te leggen wat we hier vandaag gedaan hebben. We hebben hier theoretische training gegeven, gericht op het bestrijden van een ongeval met een voertuig. En met name kijken we dan naar de nieuwe voertuigtechnieken. En in deze training verzorgen we juist die voertuigtechnieken die te maken hebben met aandrijving. Dus een voertuig, auto of aardgas, LPG, een hybride voertuig of een elektrisch voertuig. Dat zijn hele nieuwe ontwikkelingen gaande en die ontwikkelingen gaan heel snel. En daar reizen we voor heel veel brandweermensen heel veel vragen op. De meest gestelde vraag aan het begin van de elektrische auto is van, ja, als een auto betrokken is bij een ongeval, kom ik dan niet onder stroom te staan? Ja, waar vind ik die items die voor mij als hulpverlener bij die nieuwe voertuigen met die nieuwe aandrijvingen van belang zijn? Later is dan het virtuele programma erbij gekomen. Inderdaad, de auto op zijn kop. Kenteken uiteraard eerst. Karel Theo. 4. Voertuig met alternatieve aandrijving. Nou, als je daar op oké drukt, dan ga je gewoon verder. Dat kunnen we zien als er een airbag uit is, maar dan als eventueel een airbag uit is, gaan we nog een paar stappen ondernemen. Het is juist een goede toevoeging, want je kan situaties schetsen op beeld met moderne voertuigen. XVR biedt de mogelijkheid om virtueel te oefenen en om wel te oefenen met nieuwe auto's, moderne auto's, die voorzien zijn van alle veiligheidsvoorzieningen, maar ook van alternatieve aandrijving, hybride auto's, etc. Hiermee kunnen perfect alle benodigde scenario's gesimuleerd worden. En tijdens de cursussen wordt dit ook gebruikt om interactief, dus het hele beslissingsproces te doorlopen. En met dat virtuele systeem kan je elke desgewenste auto kan je invoeren. En ook in allerlei situaties. Eén keer doe je hem op het dak, de andere keer is het tegen een boom, dan is er een gaslekkage. De mogelijkheden zijn gewoon ten over. Ja, buiten hebben we ook een onderdeel. Vandaag hadden we een hybride voertuig, we hadden een elektrisch voertuig, de Opel Ampera. En een hele nieuwe BMW die eigenlijk een normale aandrijving heeft, maar toch weer die nieuwe noviteiten heeft, zoals een voetgangersbescherming. En die kunnen we dan tonen. En dan kunnen ze even aanzitten, dan kunnen we even voelen, ze kunnen het zien, ze kunnen het opzoeken in het systeem. En dan moeten heel veel dingen worden duidelijk. Ja, opzet van de training van vandaag, een prima ontvangst, ontspannen sfeer, goede ambiance. De training zelf, een stukje theorie, de achtergrond van het gebeuren. Nieuwe ontwikkelingen. Op een hele simpele manier door het pakket heen lopen. Goede voorbeelden. Ik vond het prima dag. Walking through a scenario, you have your tablet computer, yeah, and you are in the scenario, that's much better than talking about things. De aanvulling op het virtuele is met name het denkproces. Dat komt anders op gang en beter op gang. De samenwerking met eSample is tot nu toe heel succesvol en plezierig geweest, omdat wij ook de mogelijkheid gehad hebben om nieuwe modellen auto's heel snel beschikbaar te hebben in het systeem, zodat we ook steeds een actueel beeld van de realiteit konden weergeven. En dat is in mijn beleving wel de kracht van de samenwerking. Zie je een pompstation? Ja, dat zie ik ook. Een gele bus. Ja, ik zie een auto hier rechts. Het is een X5, zo te zien. Dat is bekend, ik heb kunnen dat invoeren.